airlines, passagiers, tax-free shoppen. Typisch Schiphol. Net als de inrichting van ESG, toch? Zeker. Geen idee wat het is. ESG. Geen idee. Maar dat gaat u mij nu uitleggen natuurlijk. Gaan we doen. Nou ja, Marije. Staat voor Environmental Social Governance. Check, kom ik zo even op terug. In deze serie duiken we in diverse vakgebieden binnen Royal Schiphol Group. En ontmoeten we de professionals die er samen voor zorgen dat Schiphol 24/7 blijft draaien. Deze keer stappen we in de wereld van finance en control, waar Marije en zo'n 130 collega's ervoor zorgen dat Schiphol financieel gezond blijft. Hoi Marije, nog even kort over die ESG. Dat zijn de drie criteria waarmee we aangeven hoe duurzaam we zijn. En Finance & Control rapporteert dat op een transparante manier richting de buitenwereld. Juist. Naast rapportering is Finance & Control verantwoordelijk voor M&A, forecasting en projectbeheersing. En dat dus voor heel Schiphol. Dat is nogal wat. Klopt. Het is best complex. Wat maakt Schiphol voor jullie afdeling nou zo speciaal? Ten eerste verbinden we Nederland met de rest van de wereld. En we investeren in infrastructuur en faciliteiten. Daarnaast participeren we ook in regionale en internationale luchthavens. Zo, dat is een behoorlijk breed pakket. Het is zeker een breed pakket. Er zijn in Nederland denk ik maar weinig organisaties waarbij zoveel finance aspecten bij elkaar komen. En hoe maak je dan de juiste keuze tussen commercieel en duurzaam? Goeie vraag. Oh, bedankt. De uitdaging is om elke keer weer die balans te vinden. Je kan een gebouw zo goedkoop mogelijk bouwen of zo duurzaam mogelijk bouwen. Maar ja, dan hangt er wel een ander prijskaartje aan. Alle processen worden continu tegen het licht gehouden. Van idee tot en met uitvoering. En niet zonder reden, want tijd is geld. Toch, Yvette? Ja, dat klopt. Tijd is geld. Yvette is manager Capital Lifecycle Control. Control dus. Oftewel, houdt iedereen zich aan alle afspraken. We hebben heel veel projecten op Schiphol. Ons investeringsportfolio is heel groot. Dat betekent dus dat er ook veel externe partijen hier op Schiphol aan het werk zijn. En wij als finance hebben een belangrijke rol om die projecten in control te houden, zoals we dat noemen. Dus ook qua kosten te beheersen. Oké, en hoe werkt dat dan? Loop je gewoon even langs of zo? Ja, we gaan bij projecten langs om te kijken hoe het erbij staat. En waar let je dan specifiek op? Of er daadwerkelijk gebouwd wordt wat ze zeggen dat er gebouwd wordt. En of dat iets ook werkelijk geleverd is wat op de factuur staat die wij weer moeten controleren. Logisch, want het gaat natuurlijk om serieus veel geld. Over hoeveel nullen hebben we het eigenlijk? Ja, een heleboel nullen. Al 9 nullen. Kijk, dus full control en geen ruimte voor een automatische piloot. Nee, wij doen hier niet aan de automatische piloot op Schiphol. Dat kan niet. Helder verhaal. Dankjewel. Marije, naast financiële skills, wat is er nog meer echt belangrijk? Nieuwsgierigheid is heel belangrijk, denk ik. En omdat we een frontrunner zijn op een aantal gebieden, is het ook goed als je met veranderingen kunt omgaan. En duurzaamheid is iets wat heel erg in ontwikkeling is. Maar ook de automatisering binnen finance gaat op dit moment heel erg hard. En waarom is het nou zo'n leuke plek om te werken? Oh ja, de dynamiek. Altijd als je hier bent, gebeurt er wat. En daar maak jij onderdeel van uit. Dus dat is natuurlijk best tof. Dankjewel, Marije. Graag gedaan. Wil jij nou ook op een unieke locatie bezig zijn met finance? Kom dan werken bij Finance & Control.